partners van Culinaire Live zijn Lindeboom, Duif de Echte Kolenboer, Kriens Blueberries, Brood en Banketbakkerij Fleuren, Schmid Zeevis, Restaurant Aubergine, VHC Rooswinkel, Limousin Regionaal, Vinissimo, Van Vollegrond en Raspberry Max. La vita sai, è fantasia, fai come vuoi, ma tutto in proporzione, goditi in pieno quello che ti dà, mai mai saziarsi e mai fermarsi. Goedenavond dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Navenant Culinaire Live. Idelle Toffen met Patrick Rooswinkel van VSC Rooswinkel. Welkom. Dankjewel. En natuurlijk met Paul Pollux. Paul, wat heeft ze voor heerlijks gemaakt? Een beetje Italiaans. We hebben pastrami. En dat is een. In dit geval is dat rundvlees. Wat gerookt is en wat. Gemarineerd, gerookt. En daarna wordt gekookt in een pan. En op geroosterd brood dan met een beetje pittige mango. En een klein beetje basilicum. Ja. Pittige mango, is dat? Ja, oh, nee, gewoon een beetje een pepertje, tot het een beetje bij het gerecht en pas als Christus om, zo wordt het zo zoet, hè. En dan een klein beetje rucola sla. En dat is een beetje, ja, een beetje zomers Italiaans voorgerechtje. Mensen nog even kunnen herinneren aan de vakantie die ze genoten hebben. Ja, ik hoop het. Oké, okay, super, dank je. Ik wil zeker verder gaan. Ja, dat dacht ik al, dank je. Ja, die pittige mango's die komen van VSC Rooswinkel. Patrick, ja. Hartelijk welkom. Ja, VSC Rooswinkel, een echt familiebedrijf, zo moet je toch zeggen, hè? Ja, dat is correct, ja. Pap van ons is het bedrijf halverwege de jaren 60 begonnen. En ze eigenlijk begonnen met de ijspoeders van de Friese Vlak destijds. Ja. En eigenlijk, ja, in de winter kwam erachter dat er de winst van de zomer op en dijte wordt. En zo moest het eigenlijk bedrijf vergroten. Dus het assortiment werd steeds maar uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. Uiteraard ook, ja, afhankelijk van wat de klanten wensen. Ja, en nu is het eigenlijk, ja, dat we ongeveer 30.000 verschillende producten in het assortiment hebben. Ja, want je moet echt stellen dat je voor deze regio een totaal groothandel ziet. Ja. En de regio is dan? De regio is eigenlijk met name de hele Eurregio waar we in zitten. Dus voornamelijk eigenlijk Limburg, een stukje Brabant. Maar we zitten ook met filialen in Duitsland en in België. Is het niet zo dat in Duitsland en België die meer het hele andere producten vragen? En dat klopt. Dat is inderdaad een heel andere markt. Pak nu bijvoorbeeld de Hollandaise saus van Knorr. Er is in Duitsland een andere kleur, andere samenstelling als in Nederland. Dus er zijn toch inderdaad aparte, specifieke gebruiken. Ook bijvoorbeeld het vanille roomijs is in België weer veel geiler als in Nederland. En hebben ze er dan de aparte inkoopdivisies op zitten? Mensen die zich specifiek bezighouden met de inkoop voor Belgische producten? Ja, correct. Dus, we zitten zowel in Duitsland als in België als in Nederland specifiek bij inkooporganisaties. Die van dat land eigenlijk. Dan zeg je verder ook, want voor je Kosse Rooswinkel als Rooswinkel, inmiddels is het VSC Rooswinkel. Ja, hoe was tijd VSC voor? VSC is een samenwerking van vier zelfstandige groothandelaren. Die eigenlijk hebben gezegd van, nou, wij willen in de toekomst niet verkopen, we willen zelfstandig verder. Maar dan willen we wel ook de voordelen bieden die grote collega's bieden. Dus als nu een klant tegen ons zegt van, Lusses, ik open een zaak in Leeuwarden. Nou, dan kan je een bios kunnen bestellen en dan werd door mijn collega in Leeuwarden uitgeleverd. Ja. Tegen dezelfde normen, service en waarden die wij ook hanteren. Dus ieder bedrijf van die vier helden zien volledige eigen identiteit. Juist. Maar je stemt gewoon in de achterkant, met name priestechnisch de dingen met elkaar af. Ja, dat hoeft niet direct priestechnisch te zijn. Het is met name inderdaad wel als priestersprokken gemaakt worden naar de client. Maar het is met name gewoon ook een stukje service wat we naar de client aanspreken. Als we aanspreken, noem eens, Chris, een werkfactuur. Dan werd dat ook een werkfactuur. Al dat soort zaken werden dan eigenlijk de back-office en de inkoop werden gezamenlijk geregeld. Ja. Nou, zie je ook dat die klanten steeds meer dat totaalpakket willen hebben. Dus ze willen steeds dikker groothandels hebben die gewoon eindfactuur kunnen sturen waarvan ze gewoon de hele week spullen, zal ik maar zeggen, in de zaak die geleverd kregen. Als je nu kijkt naar de concurrentie, is die erg groot in deze markt? Ja, de concurrentie is zeker groot. Maar ja, eigenlijk doordat we landelijk leveren, maar toch eigenlijk lokaal acteren, hebben we een stapje ver op onze grote collega's. We zijn meer betrokken, meer passie. Meer binding met de markt. Juist, want wij zijn de collega om de hoek, om het zo maar te zeggen. Dus op zondagsmorgen zijn wij van 10 tot 11 bijvoorbeeld open, hebben een serviceuurtje. Dat doen de grote collega's doen het niet. Ja. En daarmee
ja, creëren we wel een stukje extra betrokkenheid. En zien de mensen dan toch, de klanten dan nog heel erg trouw en blijft dat er nog op de hoek inderdaad, zal ik maar zeggen, de gebonden partner zit? Ja, daar zijn ze zeker blij met. Uiteraard zal het wel tegen marktconforme prijzen moeten gaan. Het is want niet dat is... zo dat we daardoor meer kunnen tellen of zo. Ja. Dat werkt niet. We hebben gewoon scherpe marktconforme prijzen. Heb je ook bedrijf zit in Remunt? Ja. Als ze kijkt naar de toekomst, wat heeft ze nog in toekomstdoelen? Wat wil ze naartoe met de bedrijf? Wat heeft ze het van die elders overgenomen? Ja. En ja, dus wij noemen het scepter. Wie wil ze die handtekening zetten? Nou ja, kijk, het is allereerst al wie ze zei. Het is een familiebedrijf. Dus ik doe het niet alleen. We zijn toes met verschillende broers en zussen. Dus langs de groothandel hebben we ook diverse productiebedrijven. En het is eigenlijk zo dat wij willen gewoon in de markt, waar we in zitten, in de regio, daar willen we gewoon verder uitgroeien. De markt is groot genoeg en wat dat betreft hebben we genoeg potentieel om verder te gaan. Dus kijk, in België, Duitsland zijn we ook enorm goed aan het ontwikkelen. Dus dat is gewoon mogelijkheden genoeg. Dus Rooswinkel mag een mooie speurt. En kunt pap nog wel eens op de zaak? Uiteraard. En is ze trots op de kinderen? Ja, absoluut. Pap kump regelmatig nog op de zaak. Ik bedoel, hij is ook regelmatig in een boeterland genieten, gelukkig. Maar als er de kump, hij wil dan toch weten wie is het, wie reilde het, wie zeilde. Ja, dat is logisch, hè. Ik bedoel, hij heeft het opgebouwd. Dus dan dat feeling, dat verliest ze nooit. De mensen genieten hij inmiddels van het Veurgerecht, van de heerlijke mango. En heel fijn dat ze hier waren. Dankjewel. Niet doorschuiven, maar aanpakken. Dat is de titel van de campagne van de VVD die het startte. Karen Strauss, Megan Toffel, hartelijk welkom. Hi. Lid van de Tweede Kamer. Ja. Is dat leuk? Ja, dat is een heel bijzonder vak wat ze moest doen. Werk in het hart van de democratie. Dat ze namens alle mensen, in dit geval voor mij met name namens alle mensen van Limburg, toch mocht zitten. Om te proberen natuurlijk beleid wat er uitgezet werd door de regering goed te controleren. En de regels die we in het land hebben beter te maken. Ja, zeker heel eervol werk. Oké, maar voor mij ook, dat is 41 jaar. Ja. En hij is eigenlijk al een forse politieke carrière achter zich. Heb ze altijd al die interesse in die politiek gehad? Ja, eigenlijk al vanaf jongs af aan. Mijn man die had een abonnement op de roodstukken in de gemeente Melick-Herkenbos. Ja. En daar was ook de gemeenteraad, waar ze toen al op televisie. Dus daar spreek ik over de jaren 70. En we keken altijd gezamenlijk naar die gemeenteraadsvergaderingen. En ik vond het erg boeiend. En dat ook toen al. Ja, dat vond ik toen al heel boeiend. En eigenlijk heb ik dat nooit meer losgelaten. Wat ik altijd heel typisch vind is, mensen zitten in de politiek, maken een programma. Je leed een concept, verkiezingsprogramma. Dat werd gemaakt. En op een gegeven moment onze campagne voeren. Gewoon mensen vertellen van dit willen we gaan doen. Ja. Dan komt de uitslag en dan gaan ze met elkaar aan tafel zitten. Ja. En al datgene waarom ik op dicht stem bijvoorbeeld. Er blijft vrij weinig van over, omdat een compromis gesloten moet worden. Ja. Mogen we niet stellen dat het systeem gewoon totaal achterhol is? Ja, er is veel discussie over het systeem in Nederland. Hè. We hebben aan de ene kant het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dat we niet zo wie in Engeland met kiesdistricten werken. Dus het is niet zo dat ik alleen maar voor Limburg bijvoorbeeld kandidaat ben. Ik ben voor heel Nederland kandidaat. Ja. En dan krijg je een bepaalde afvaardiging in de Kamer. Die dus ook niet zozeer regio gedreven is, maar die met name partij gedreven is. Nou. En zou ze kunnen zeggen, dan moest ze het systeem pakken, zoals bijvoorbeeld in Amerika, hè, dat ze twee partijen hebben. Maar ook die, maar het helpt niet altijd om vervolgens de beste beslissing ook daadwerkelijk op tafel te krijgen. Ja, maar dus op een gegeven moment, de heeft bijvoorbeeld ergens een visie over een bepaald punt, dan schrijft ze een programma op en dan moet ze een compromis gaan maken. Ja. Dan blijft eigenlijk dat punt niet meer recht voorin stond. Ja. En daardoor mist ze toch de slagvaardigheid. Als ik lees wat je in het eerste stuk schreef over waar we stonden als Nederland. Mm-hmm. En waar het naartoe dreigde gewoon als we niet ingriepen. Mm-hmm. Als ik dan compromissen kon sluiten, dan griep ik eigenlijk nooit in. Ja. Kom ik weer bij de vraag, is het systeem niet achterop? Ja, er is heel veel discussie nogmaals over moeten we bijvoorbeeld niet de kiesdrempel omhoog doen. Hè? Dat er minder kleine partijen zijn en meer grote partijen. Maar dat hoeft niet per definitie te betekenen dat door met de beslissingen ook beter zijn. Het voordeel namelijk van het systeem in Nederland is dat natuurlijk wel alle groepen zich vertegenwoordigd voelen in het systeem. En dat betekent wel dat ze veel dichter als het ware bij mensen kunnen komen. Maar zullen we niet veel interessanter zien om te zeggen, we gaan op een gegeven moment door een systeem toe dat we per post gewoon stemmen. Dus ik bijvoorbeeld de VVD vind ik de meest interessante partij. Op het moment dat het over economie gaat, dan stem ik er al. Op het moment dat die de meeste stemmen krijgt, gaat de VVD economie invullen. Ja. Dan zullen ze een heel andere regering krijgen die niet
ons tijd moet compromissen sluiten. Maar die ons tijd doet, heel geluifig als Nederlander in, althans de meerderheid van Nederland, slagvaardig te werk. Ja, dat is een interessante gedachte. Ik weet niet of het al ooit geprobeerd is. Kijk, wat omgeeft is natuurlijk dat ze een meerderheid voor die argumenten vindt. En heel druk denken van ja, iedereen moet er toch zo over denken zoals ik erover denk. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. In dit land zijn zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende achtergronden, zoveel verschillende culturen. En het is nu helemaal niet zo dat het allemaal over één kam te scheren is. Ja. Dat is zeker wel zo. Dat ze zuur zijn de laatste 10 tot 20 jaar, is dat het politieke landschap steeds meer versnipperd raakt. Ja. En dat is op zich wel een zorgelijke ontwikkeling, omdat door met eigenlijk steeds minder mensen zich herkennen in bepaalde politieke partijen. Maar en dat niet... zelf nu je politieke partijen oprichten. Ja, maar is dat dan ook niet zo dat die politieke partijen zich dat zelf aan moeten rekenen, dat ze die mensen niet vast kunnen houden, ja, op een of andere manier. Ja. Dus ze vertellen niet meer de taal die mensen willen huren. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk toch ook wel weer wel. Mm-hmm. Want er werd heel veel geloosterd, dat en heel veel kiezersonderzoek ook gedaan. Dus er werd heel veel gekeken naar wat vinden mensen nou daadwerkelijk belangrijk. Maar het is niet meer zo dat wie 20 jaar geleden, dat ze grote groepen als het ware in het land had, die allemaal gelijksoortig als het ware in het leven stingen. Ja. Dat beeld is gewoon veel diverser geworden. En dan heb ik nog een ding, dat is een spoeddebat. Ja. Dat is toch een totale ramp. Wie kent ze nou nog als politicus die werk doen? Want ik bedoel, iedere beslissing die ze neemt, hup, spoeddebat en alles liever ja, op apengapen. Iedereen moet weer die kamer in. Ja. Die werk is toch niet meer te doen onderhand? Nee, dat vind ik ook wel eens jammer. Want kijk, de kerntaak van het parlement, hè, de Tweede Kamer, is het controleren van de regering en het maken van wetgeving. En wat heel jammer is eigenlijk dat gedeelte, dat eigenlijk relatief weinig aandacht kreeg, ook in de media bijvoorbeeld. Ja. En de spoeddebatten, op het moment dat ze, nou, om een voorbeeld te geven, heb ik een buksje uitgegeven van de 10 beste zorginitiatieven die ik in de afgelopen jaar tegen ben gekomen met mijn werkbezoeken in het veld. En we hebben 2 mede die hebben onderzoek voor mij gedaan en die hebben me geholpen om dat samen te stellen. Nou, die 10 beste zorginitiatieven is heel moeilijk om die veel voetlicht te brengen, behalve dan bij de sector zelf. Maar boete de sector zelf vinden ze eigenlijk heel weinig aandacht voor. Terwijl als ik nu de 10 slechtste zorginitiatieven die ik gezien had, als ik die gebundeld zou hebben, dan zou ik morgen de vuurpagina van de landelijke krant kunnen halen. Ja, dat is natuurlijk ook dingen. Tot slot, Karen, dan kunnen we een ontzettende drukke tijd voor de gaan. Ja. Ik heb hier nog gekeken. Ik weet dat ik een groot liefhebber ben van muziek. Ja. De Max zelf, de Zink zelf zeker, ook. Zeker. Daar is een achternaam waar ik als klassiekmuzikus heel gelukkig van weer. Ja. Ik heb hier heel even doorheen gebladerd. Ik ben het woord cultuur nog niet één keer tegengekomen. Daar schrok ik wel van. Dat is zo dat ik gisteren gelukkig wel nieuws heb gehad. Ik heb gesproken gisteren staatssecretaris voor cultuur, Halbe Zijlstra. En dat er gisteren goed nieuws in ieder geval is geweest. Dat de samenwerking tussen het LSO en het Brabants Orkest dat vorm gaat krijgen. Het Raad voor Cultuur heeft daarover geadviseerd. Er is een positief advies nu over gekomen. Dus ik hoop in ieder geval dat aan dat vooral nu ineens is gekomen. En dat we daar echt een eerste stap gezet hebben naar een nieuwe vorm van cultuur. Maar dat heeft wel niks met dit programma te maken. En hier heb ik het woordje cultuur niet gezien. Nou, ik zal nog eens nakijken voordat we nog het zouden kunnen doen. Helemaal super. Ik wens je heel veel succes en fijne zeewaars. Dankjewel. Merci. Dankjewel. Een heerlijk stukje kabeljauwfilet. Hier is een ingrediënt, het hoofdingrediënt van het tussengerecht. Bij mijn tafel Tom Rietveld van Smit Zeevis. Hartelijk welkom. Paul, wat heb je gemaakt? We hebben een stukje gewoon eenvoudige Noordzee kabeljauw. Met vel gegaard. Het vel daarna een beetje wel kokant afgebrand, dat je niet zo'n week, maar dat kokant, een kokant bij die zachte vis. Ja. Een beetje inktvispasta. Dat is dit, hè? Ja, dat is dus gewoon dat smaakt naar inktvis? Nou, het smaakt echt meer naar pasta. Oké. Dus we doen gewoon inktvispasta, doen we door de pasta deeg, zeg maar. En dan wordt er dan fettuccine, hele dunne sliertjes van gemaakt en dan geblancheerd. En dan erbij zeggen mosselsausje, Zeeuwse mosselen. Vond ik wel toepasselijk. Maar nou, en dan zo een beetje dat zoutige, zilte past er helemaal bij. En van dat mosseltje wat we dan over hebben, dat is van de vocht gemaakt. En van dat mosseltje hebben we dan kokant gebakken bovenop. Kun je een mooi gerecht maken. Dankjewel. Jij wil verder zeker? Ja, moet even wat doorgeven. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké. Ja, Tom, mosselen. Er is de hele tijd de Oosterschelde, of recent, een probleem geweest met een alg. Dan is er in één keer paniek in de tent. Wat is er dan? Wat is er gebeurd? Daar weet jij denk ik wel iets van. Nou, ik was vrijdag in Ierseke om een
een gesprek te hebben over zeewieren. En ik heb het ook gevraagd van, ja, wat is het probleem met de mosselen? Ja. In wezen is het loos alarm. Okay. Dus het is over, er is niks aan de hand. Maar er was wel paniek, want er kan natuurlijk een enorme negatieve publiciteit over mosselen ontstaan. Maar was die paniek puur ontstaan vanuit die hond die overleden is? Of want er was een hond overleden die in het water had gezwommen, ja, of zoiets, hè? En dat, daar was de paniek. Dat kan, dus je moet, ze hebben gelijk ook ingegrepen en bekeken wat het was. En het bleek gewoon loos alarm te zijn. Dus, okay. Nu, goed, het blijkt loos alarm, het product is goed. Maar hoe ga je daar als bedrijf mee om? Ik bedoel, jullie hebben natuurlijk een afzet met mosselen en dan ontstaat de paniek. Hoe wapen je dat tegen als bedrijf? Nou, wij als Smitsevis kunnen daar natuurlijk alleen wat aan doen als het bij ons terechtkomt. Maar in Ierseke, waar natuurlijk het centrum van de mosselen zijn in Nederland, ja, daar was het echt even paniek. Ja. Hoe ga je daarmee om en wat doe je? Ja. Je moet natuurlijk maatregelen nemen. Ja. Daar waren ze ook mee bezig. Maar gelukkig, ja, was dat niet nodig. Maar ondanks dat kan het blijven hangen. Ja. En dat is natuurlijk negatief voor de hele mosselconsumptie. Ja. En ja, de mosselen zijn zo mooi, zo prachtig. En daar mogen we blij om zijn. Want ja, in Ierseke en de Zeeuwse wateren. Ja. Maar het is wel altijd eng om naar te kijken, hè? Je hoort net zo zeggen, die vindt het eng om naar een mossel te kijken. Dus van, ja, ja, die moet je eten, hè, natuurlijk. Je moet hem niet ontleden of zo. Ja, ja, ja. Hetzelfde is het natuurlijk met een oester, hè. Ja. Die moet je ook lekker leeg slurpen. Maar dat is een gigantisch product. Er wordt veel volume van weggezet in het land. Wij consumeren veel mosselen, hè. Ja, vroeger was het ook zo dat het pas in september, hè, de R moest in de maand zijn. En maar ja, vanaf juli zijn de oesters weer volop verkrijgbaar. Ja. En ja, dat komt ook. Is heeft dat ook tegenwoordig iets niet meer zo met die R in de maand? Nou, dat had vroeger te maken met koeling. Dat je dus in die warme maanden het niet makkelijk kon wegbrengen. Ja. Dus begonnen ze daar pas in september mee. Ja. Ben je tevreden wat Paul gemaakt heeft met het Ja, Paul is steeds weer in staat om daar iets prachtigs van te maken. En zeker die combinatie. En, wat hij nu aan het voorbereiden is om de volgende keer iets met zeewier te gaan doen. Want dat is ook een product wat ook in Nederland verkrijgbaar is en geteeld wordt en geoogst wordt. Ja, dus we gaan de volgende keer, want je bent een trouwe gast in Culinaire Live, gaan we iets met zeewier doen. Paul gaat iets met zeewier doen. En ik ben me er ook enorm in aan het verdiepen wat er allemaal mogelijk is vanuit Nederland, vanuit Frankrijk en vanuit Japan natuurlijk. Dat is het land van de zeewieren. Fijn dat je hier was. Ja, wij gaan er hier even uit voor de boodschappen. Maar blijft u vooral kijken, want er gebeuren hele leuke dingen bij Navenant Culinaire Live. Onder andere Lange Frans. Partners van Culinaire Live zijn Lindeboom, Duif de Echte Kolenboer, Kriens Blueberries, Brood- en Banketbakkerij Fleuren, Schmid Zeevis, Restaurant Aubergine, VHC Rooswinkel, Limousin Regionaal, Vinissimo, Van Vollegrond en Raspberry Max.